Zo, ben je klaar? Oh, ja. Oké. Jongens van Gek Vriendendracht, wij gaan een top 10 lijst doen van de snelste auto ter wereld. Kijk, is vandaag jarig. Hij heeft de t-shirt van Don gekregen. Misschien kennen jullie hem, maar misschien niet. Er staat GV108 met crew. Crew betekent groep. En wij gaan nu beginnen. En we gaan top 10 snelste auto ter wereld ooit. Doen. Op nummer 10 staat er Jaguar X. X. Jee. 220. Ja. 220, ja. En dit is hem. Dit is hem. Oh, sorry. Zo, dit is hem. En hij kan 349 km per uur. Best snel. Oké, nummer. Is er nog een nummer 10? Oh, nog een nummer 10. Oké, daar staat Pagani Zonda. En dan kan ik het woord niet lezen, maar misschien jullie wel. Misschien kunnen jullie heel goed. En deze kan 349 km per uur. En volgens mij deze ook. Ja. Ja, daar zijn we bij zo. Nummer 10. Oh. Ja. En nummer 9 staat een Lamborghini Aventador. Hij kan 354 km per uur. Dit is de Lamborghini. Deze. Oh, ik vind Lamborghini zo mooi. Op nummer 9 staat de Oh, nog een nummer 9. Zijn er voor. Oh, 3 nummer 9. Daar staat de Ascari A10. Die kan ook 354 km per uur. Nee, dit is hem. Deze gele auto. Yeah. En op nummer 9, nog een nummer 9, staat Aston Martin On. Oon 77. Oon betekent volgens mij one. Ja, one. Die kan ook 354 km per uur. En dit is hem. Deze is zwart. En op nummer... Oké, nu komt hij hier. Oké, nummer 8 staat de... Noble. Nee, Noble. M600. Die kan... 362 km per uur. Wat is deze blauwe hier? Nummer... nog een 8. Deze is best wel cool. De Gumbert Apollo. Deze kan ook 362 km per uur. Deze rode. Waarschijnlijk is dit de top 20. Nummer 7. De... General SP1. Hij kan 374 km per uur. En dat is deze wit. En nummer 6 staat de... MC Laren F1. Die kan 386 km per uur. Dat is de gele die daar. Op nummer 5 staat... De Koenig Sek CCX. Die kan 394 km per uur. En het lijkt een beetje op een Ferrari. Dat is die grijze. Ja, die is ook wel mooi. Op nummer 4 staat de... Saleen S7 Twin Turbo. Die kan 399 km per uur. Die deze rode. En op nummer 3 staat... Is er nog een 3? Oh nee, dit is nummer 3, ja. Dat is de... SSC Ultimate Aero. Aero. Die kan 413 km per uur. Deze, maar je ziet een beetje een achtergrond. Sorry. Oké, dat is die grijze. Op nummer 2 staat de Koenigsegg Agera R. Die kan 418 km per uur. Dat is die witte. Oké. Nummer 2 staat de Hennessy Venom GT. Van 418 km per uur. Dat is deze grijze. En de natuurlijk nummer 1 is Bugatti Veyron Supersport. Kan 429 km per uur. En dit is het. Snelste auto ter wereld.
En nu krijgen jullie nog een filmpje te zien, want die zag ik net volgens mij. Nee, laat dat filmpje maar gewoon. Doei!